Welkom weer en jullie luisteren weer naar Dutch Generation X. Het enige en ook beste Nederlandstalige gewestkanaal op YouTube. Weedem Boys, ik ben Brian. Bij me heb ik Tim. Hallo Tim. Hoi Brian. Hi, en Eike. Hallo Eike. Hallo Brian en Tim. Hi. Ja, we gaan AEW en NXT bespreken van afgelopen woensdag. En dan begin ik met Dynamite dit keer. Starten met een recap video eventjes van vorige week. Pyro, boom. Openen met een tag team match. Nou, Adam Page en Kenny Omega tegen de Private Party. Voor mij was het een lekkere tag team match. In het midden van de match was een coole sequence. Omega kijkt uit de Gin and Juice. V-trigger. Dan een V-trigger met de buckshot als een sandwich. En dan de one-winged angel voor de win. Ik vond een kick-ass tag match. Wat vond jij, Tim? Ik vond een kick-ass tag match. Wat vond jij, Eiker? Ja, ik vond een kick-ass tag match. Oké, okay, mooi. Ja. Heel goed. Nou, zijn we daar mee over eens. De victory van Page en Omega wordt onderbroken door Pac. Backstage. Deed een brutalizer op Nakazawa. Wilt godverdomme gewoon zijn die rubber match hebben. Omega redt naar achter en Adam Page bleef bij de ring biertjes drinken met de fans. Ja, ik vond het wel lachen. Wat vond jij, Eike, van Pac? Nou ja, ik snap Pac zijn gedachten van, maar Kenny Omega komt wel echt als een slechte vriend van Nakazawa over. Of ligt aan mij? Dat is al een derde week. Ja, het is al een paar keer nu toch? Want, is op derde Dynamite, zeg maar. Ja, ik accepteer gewoon die challenge een keertje. Maar voor de rest, ja, leuk gedaan. En vooral Page daarna was leuk. Dat kreeg ik trouwens wel te zien. Oké, okay, dat wel. Zeg maar sidescreen reclame toen. Nee. Tim? Ja, hetzelfde beetje. Ja, oké. Okay. Ja, en een Page die had echt 5 biertjes, 6 biertjes zo. Ja, ja. Je gelijk meer fan van geworden. Wordt wel een beetje gimmick, denk ik ook weer. Nice. Oké, okay, dat is wel leuk. Gaan we door naar een andere rollercoaster. Oh. Oké, niet lachen. Rio tegen Chris Statlander, AEW Women's Title. Ik moet zeggen, ik kan van de match eigenlijk weinig herinneren, dus gaan we gewoon met het moment bezig. Alleen ik wil even vragen, hoe was Brandy op commentary, Tim? Ha, dramatisch. Ja, ik weet niet, ze probeert gewoon te hard, weet je wel. Ze zat de hele tijd echt te bashen. Dus er liet ook geen moment adempauze tussendoor of zo. Dat is echt, ze kwam over alsof ze te veel probeerde, want dat deed ze ook. Dus, nee, dat was niet best. Nee, Eike? Ja, ik heb het idee dat Brandy stap bij stap steeds meer op Stephanie McMahon gaat lijken. Dat is niet positief. Ja, het was niet echt best. Op een gegeven moment had ik ook wat paar dingen gehoord van haar. En ik van, nou, laat maar liggen. Maar Brandy was dus op commentary. En Awesome Kong was ringside. En uiteindelijk leidde dit naar een suicide dive van Statlander op Awesome Kong. Brandy ging naar ringside toe. Leidde Statlander af. En onder de ring komt Luffer vandaan. Japanese deathmatch legend. Oké, stop. Excalibur kende hem. JR vond het freaky en de crowd was dood. Match ging wel door. En Rio won na interference van Awesome Kong. Daarna was er nog een brawl en een aantal vrouwen voor de save. Ik was vergeten te zeggen, Shida en Britt Baker zaten ringside. Maar deze match en alles eromheen. Eike, ik hoor graag eerst van jou hierover. Ja. Wat vond jij? Dit was niet best, hè? Dit was niet best. Ik vond het echt een van de slechtste, kutste, lachwekkendste dingen die ik op Dynamite tot nu toe heb gezien. Ik wist gewoon niet meer waar ik moest kijken op een gegeven moment. Waar ik gewoon stom verbaasd was eigenlijk. Door wat er gebeurde. En dan kwam nog eens mee dat die match ook gewoon helemaal niet goed was. Maar dat kwam ook weer door die interference. Ja, hè? Ja, doe gewoon niet. Doe gewoon niet. Nee.
Ja, voor mij echt het meest het moment zelf is niet zozeer, het is meer commentary van Excalibur, die dan weer als enige weet wie die persoon is die onder de ring vandaan komt. En J.R. en Tony die een beetje zaten van, wie is dit? Dat is zelf ook niet echt, hè? Nee. Tim, wat heb jij hierover te zeggen? dit was niet goed. Het enige positieve wat ik kan zeggen was dat het grappig slecht was. Ja. Maar het was niet goed. Echt enorm lachen. Ja, en dat hele... kijk, zo'n Luther, zo'n reveal, dat is leuk als we hem kennen. Maar als je zo iemand niet kent, dan is het een beetje random als je hem zo laat debuten, weet je wel? En dan... Japanese! Excalibur zei in ieder geval wie het was deze keer. Niet alleen maar The Butcher en The Blade. Maar het was dus nog niet zo best. Als dat hem was. Ik ben wel fan van Japanese deathmatches, maar ik heb niet veel van gekeken, zeg maar. Ik denk ook niet dat jullie hem kennen. Nee. Dus een beetje raar. Het was wel, die vent van die videopackages, die kale. Maar, rare review. Welke videopackages? Die waren op Dynamite afgelopen weken volgens mij. Die in de stoel zat. Ja, de kamer. Ja, oké. Okay, ja. De achterhoofd, dat was het. Ja, zo goed is dat bijgebleven dus. Ja, oké. Okay. Ik herken hem wel meteen daarvan, moet ik eerlijk zeggen. Oké. Okay. Ja, ik ook, alleen... Daarom, ik denk dat het bijna beter was geweest als ze dat hadden gezegd in plaats van Luther Japanese Wrestling Deathmatch Legend. Toen dacht ik zoiets van, wat? Ja, het duurde ook dat ze dat daarna hadden gezegd in ieder geval. Ja. Het duurde ook even 15 seconden voordat JR en Tony het al over hadden over die filmpje. Want eerst was het van, ook leuk aan JR vind ik, ook dan, en dat was zo'n moment. Excalibur zei van, volgens mij is hij de vierde member van de Nightmare Collective. En JR zei van, volgens mij is het niet gender exclusive zo. Oh. De rest waren allemaal dames, Melissa en... De JR nou zijn gender assume? Ik moet wel zeggen dat dit wel een ding was waarop Dynamite misschien deze week zou kunnen verliezen. Oeh, misschien. Ja, misschien. Nee, even op een punt te komen. Het was slecht. Zeg maar, de segment, de review, alles. En een match was ook niet zo heel best. Maar Rio retained. Wat vind je daarvan? Eiken. Er is ook niet echt beter, hè? Ja, oké, okay, Sida. vooruit. Maar ik heb op de een of andere manier het idee dat ze die twee nog niet tegenover elkaar gaan zetten. Dus ja, het is gewoon maar beter dat Rio die title houdt, hè? Ja, ik ga het heel raar vinden wat ze van plan zijn hiermee. De women's divisie van AEW is gewoon, meh. Ja, inderdaad. En de focus nou vooral op Brandy, zeg maar. Een beetje vergelijken met Steph. Dat was ook altijd eigenlijk in het... Op belangrijke momenten, wanneer het haar het beste uitkwam. Wat de grootste segments. Dus inderdaad. If there's any time to do a yes chant, it's now. Sorry. Ga maar door. Ja, we gaan door. Want hierna was ook weer wat grappigs. Christopher Daniels. was tijdens de commercial was hij weer bezig met een promo en dit dat. En 1-2-3, SCU. Daniels tegen Sammy Guevara. Niet zo'n beste match ook eigenlijk voor Dynamite. Tim, wat voor jij? Ja, nee, ik vond het ook, de match zelf was helemaal niks eigenlijk gewoon. Maar het Pentagon was wel grappig natuurlijk. Ja, klopt, ja. Daar gaat het vooral om bij deze match. Dus dat was wel leuk.
Ja, Pentagon, Pentagon die ging dan op de ramp. En zei tegen Daniels van, ja, doe het dan. Laat zien dat je het kunt. Amigo! Amigo. Die slingshot moonsault. Mm. Oh ja. Ja, en vervolgens verliest hij dus een beetje een storyline wel tussen Daniels en Pentagon. Dus wel leuk dat ze er een beetje door mee gaan. Daar ben ik ook wel liever fan van ook. Een beetje running gags ook. Maar dan komt hij de Dark Order. Eiken. Voor Christopher Daniels. Leuk dat je even bent. Wat vraag je nou omdat je zo fan van bent? Eén ding over Daniels wel, nog voordat ik over Dark Order. Dus je moet niet te veel singles matches ingeven, toch? Of ligt het aan mij? Het is gewoon een beetje op, toch? Ja, ik weet niet of het echt nou een beetje met de character en zo te maken heeft. Of het echt misschien, maar het is niet de eerste singles match die een beetje van Daniels. En dan, ja, kijk, dat ze nu die storyline met Pentagon doen, prima. Maar dan zie ik liever bij SCU Daniels maar in het tagteam zitten straks, wanneer ze een keertje die titles verliezen. En Scorpio Sky een beetje als de single star, dan zoals het nu is. Ja, eigenlijk is het ook een beetje een joke, Daniels. Vooral met die promo's en dat zingen en dit. Maar Dark Order, Dark Order. Wilde Daniels recruiten. Hij gooide de masker weg, kwam een beatdown en vervolgens SCU en de Young Bucks voor de save. Ook weer zoiets raars. Wat vonden jullie, Eike? Nou ja, ik ben inderdaad dus niet zo fan van Dark Order. En hierbij had ik ook weer zoiets van, ik snap wat ze proberen te doen door iemand te laten joinen. Maar, ik heb er niet zoveel mee. En dan die attack van SCU en Bucks was wel leuk. Althans leuk, logisch, want je hebt toen die laatste Dynamite van 2019 andersom die attack gehad. Dus leuk dat het een shoot is, maar ik heb er niet zoveel mee. Oké, Tim? Ja, nee, het voelde willekeurig, het kwam uit het niets. En de Dark Order zag eruit als een stelletje idioten, dus ik was er ook niet. Ja, inderdaad. Ja, voor mij was het vooral de timing hiervan. Ja. Maar na die women's match, na dat gedoe met Daniels van, en nou wat, weet je? Wat gaan ze doen? Het voelde wel een beetje als een opeenstapeling van geen goede beslissingen. Inderdaad. Dat was het eerste uur ook een beetje van Dynamite. Gaan we naar het tweede uur, dat we begonnen met tag team match weer, Lucha Brothers. Tegen Cody en Dustin Rhodes. Prima match. Goede match. Leuke match. Whatever. Maar Dustin pakt de win. Flikker op. Was wel een opvallend iets. Tim, wat vond je van de match? Prima. Ik was het blijst met het feit dat er geen kick-out was naar de Canadian Destroyer eigenlijk. Het wordt een soort van Canadian Destroyer Watch bij mij elke week, heb ik het gevoel. Maar daar was ik blij mee. Ja, Dustin weer met een Canadian Destroyer. En dat Dusty de win pakte, was ik niet blij mee. Dat moet ik ook wel zeggen dan. Maar... ach. Okay. Niks te acht. Ja. Nee, niks te acht inderdaad eigenlijk. Maar voor mij was het opvallend. Nee, voor mij was het meest opvallend was... tenminste, ik vind het gewoon leuk om te zien, zeg maar, die hot tag van Cody, hoe de crowd echt, valt echt op hoe over Cody is. Maar dat is al een tijdje zo geweest, maar gewoon leuk even die hot tag te zien. Ik heb niet echt idee wat hierna komt met deze tag. Ik heb het idee dat de Lucha Brothers een beetje, vooral Phoenix, een beetje directieloos ook is. Hoe? Directieloos. Ja, als in ze niet echt een idee wat ze ermee aan moeten. Dat idee heb ik al een tijdje. En Pentagon laat ze dan maar die feud met Daniels doorgaan, zeg maar.
bij gebrek aan beter of zo. En ja, Phoenix doet eigenlijk niks, behalve een beetje in tagmatches. Ze nu en dan winnen en ze nu en dan verliezen. Ja, ik zou toch een midcard title doen bij AEW. Ja, zeker. Er zijn heel veel van die wrestlers die niet echt iets te doen hebben. Ondertussen wel tijd voor. Ja. Ik vond het logisch dat ze ermee wachten, maar ik denk dat nou misschien wel tijd is om dat te gaan in te doen. Championship. Ja, of whatever. Ja. Maar goed, ja, dat was deze match. Gaan we door. MGF kwam naar de ring toe, ging een promo halen. Ik ben al iets vergeten. Oh ja? Arn Anderson. Don't get back to you. Oh ja, die promo. Ja, want Arne die hielp ook Cody en zo weer tijdens de match. Mm-hmm. Wat ben vergeten waar het over ging met die wilde. MGF Challenge. En er werd gevraagd, wat zeggen jullie? En dan zeiden ze, ja, we komen erop terug. Dat was het. Oh ja, die antwoord op... antwoord op MGF. Wat vind jij ervan, Tim? Nee, ja, daarom zei ik het. Ik wilde het zeggen dat... Ik had het even opgeschreven, sorry. Dat ik het een beetje vervelend vind dat het weer zo'n we komen erop terug moment is. Van, dat doen ze elke keer. Van, ja, dat hoor je volgende week wel. Nou, zeg nou nu gewoon eens een keer. WWE Tactics. Ja, maar ja, wat geen fan van. En sowieso, I hope dit Arne Anderson gebeurde, snap ik nog niet helemaal. Maar ook dat zien we nog wel misschien. Nee, heel gezond. Oké. Gaan we naar MGF dan. ik vond een goede promo. Ik ben een beetje fan van deze promo's, zeg maar. Een beetje meer schreeuwende promo's. MJF is een Virgin Signs, ook nog even in de crowd. Dat was wel grappig. Komt uiteindelijk DDP. Dat vond ik wat minder. Zeg maar, niet zozeer dat DDP minder, maar gewoon de promo. Vond niet zo... Dus heel veel. Ik vond wel grappig dat MGF dan weer een beetje zo kakkie heel ging doen. Een beetje tweeten tijdens de match. Tijdens de promo. Noemt Dallas Dilly Dally. Dat stukje met zijn dochter. Dat was ook wel grappig. Bang. Leidend naar een brawl. Diamond Cutter. Op Wardlow. Denk ik. De Butcher en de Blade ook. Yeah. Butcher en de Blade, ja. En... Heb je wel gekeken, Brian? Of, nee. Ja, ik ben het een beetje kwijt. Ja, nou, dat was de segment. Oké, Tim, wat vond je ervan? Ja, Tim, wat vond je ervan? Ja, goed zo. Zal ik zeggen wat ik ervan vond? Of, Doe maar Eike. Tim was vorige keer. Ja, precies, okay. Waarom? Ik vond inderdaad eens dat MJF goede promo. MJF, ja, dat is eigenlijk bijna standaard gewoon. Ik heb nog geen slechte promo van het woord, dus dat is altijd leuk. En DDP, ja, dat was een beetje, ja, ik voelde de, ik heb het ook op Happening gezegd, ik voelde de toegevoegde waarde hiervan niet zo. En zijn gedeelte van de promo was ook, ja, het was er, het was wel leuk. Maar was het nou bijzonder of, voor toegevoegde waarde? Nee. Eens wat wel leuk is, dat dus leidt tot een match van volgende week. Waar DDP in zit, toch? Ja, six-man tag. Ja, precies. Ja. En dat vind ik wel tof. Alleen ja, had dat dan in dat segment al naar voren laten komen dat inderdaad zo was. In plaats van in de aankondiging even later op de show. En ja, dat is. Ja, ik weet niet. Ik vond het niet zo heel erg. Ik vind het cool dat DDP in die match is. Alleen ik had verder niet zo heel veel met zijn deel van deze segment eigenlijk. Nee. Maar Tim. Ja, dankjewel jongen. Ja. Wat zullen jullie zeggen? MJF maakte deze segment echt. Zijn promo was geweldig. Tijdens DDP's inderdaad minder promo was die ook geweldig. Ja. Dus dat was allemaal, dat vond ik allemaal wel leuk. Butcher de Blade daarna, die twee diamond cutters op hun, dat vind ik dan weer wat jammer, maar goed, het zal wel. En dan wel mooi Marshall, daar krijg ik de neiging van om mijn laptop door het raam te gooien, ik weet ook niet waarom. Nou, als Marshall zoals in die tag match met Cody, dan wil ik hem wel zien.
Ja, ik weet niet wat het is, maar gewoon ja, als ik die fucker leuk. Zie, dan heb ik gewoon echt zoiets van, waar gaat weg. Nee, maar het is ik ga wel even doen. Ik ken hem helemaal niet. Ik weet ook helemaal niet waarom, maar ik heb gewoon een hekel aan. Nee, ik heb ook iets van waarom hij, maar wat Eike zegt als het van die ene tag match is, dan... Ja, dat was ook leuk, ja. Maar toch een krenkel. Oké. Ja, dat was deze segment. Six-man tag, volgende week dus. Gaan we door. Jurassic Express tegen de Best Friends. Six-man tag ook, met Orange Cassidy. Dit was voor mij het moment van de aflevering waar ik dacht van... het duurt toch wel een beetje te lang. Dat heb ik nooit eigenlijk met Dynamite. Maar ik had hier zoiets van, oh, ik wil eigenlijk gewoon de main event zien eigenlijk. Met Jericho en Maxi. Maar we hebben nog een six-man tag. Ja, ik weet niet, dat was wel grappig. Maar ik heb niet veel te zeggen. Eigenlijk, wat vond jij ervan? Ja, AEW heeft soms nog wel eens, en dit is een match van probleem dat ze soms een match hebben die er gewoon is en dat is het. Er zit niks achter deze match, volgens mij. Of ik moet iets gemist hebben. Dus ja, daarom geef ik het ook niet veel. En ja, het was wel prima en zo. Maar dat is het ook. Dus dat. Oké. Tim? Ja. Weer Canadian Destroyer. Daar was ik niet zo blij mee. Nee. En zeker ook omdat Stunt hem geeft. Kom op. Ja. Ja. Verder heb ik ook weinig over de match te zeggen. Het was een match waar ik geen Canadian Destroyer nodig had. En dus, nee. En wat jij zei, ik had er ook niet zo'n zin in. Ik had meer zin in de main event nu. Ja, ja, dat was echt bij mij echt zo'n moment. Dat was ook op NXT ook, tegelijk. Ja, match. Minder had ik het daar. Nee, maar dat was wel tegelijk op deze tijdstip, ja, zeg maar. Dat was ook een match. Maar dat doe ik zo. Maar ik, ja, het enige wat ik weet is dat ik echt gewoon een beetje dood voelde gewoon hier. De crowd of zo, weet niet. En ja, de match. Dat is niet echt, want die waren op zich wel... Die stonden wel redelijk achter Marco Stunk en later ook Cassidy. Het was weer commercial of zo, denk ik. Oh, oké, okay, ja, dat kan altijd. Zou kunnen. Maar Jurassic Express wint. Prima, denk ik. Yeah. Gaan we door. Main event. Yeah. Chris Jericho. Yeah. Nadrinken. Yeah. Ja. Met Sammy Guevara. En die signs en zo. Ja. Dat was wel grappig. TNT drama. Dat vond ik wel leuk. Ja. Anticipation. En Salma Hayek. Allemaal grappig. Maar John Moxley kwam de ring toe. Booty calls, leuk. Zeg je? Booty calls was ook een leuke. Ja, booty calls. Ja. Sorry. Punt hiervan van deze segment was dat vorige week had Jericho een aantal dingen aangeboden voor Moxley. Om de Inner Circle te joinen, onder andere een auto van $750,000 en 49% van Inner Circle LLC ownership. Maxi zegt van, je denkt dat je me kent, dat je me kan overkopen en alles. Maar ik ben hier om chaos te verzorgen, om alles in AEW overhoop te gooien. Dus mijn antwoord is ja. Maxi joint, even shirt aan van de Inner Circle, gaan de Bobby gaan ze pappen, gaan spuiten. Sammy was ook leuk, dus door. En one more thing, sleuteltjes van de auto, ja, die krijgt hij ook. En crowd boos, you sold out chant, was wel grappig, vond ik wel leuk. Er was ook zo'n stukje waar dan Jericho gaat naar zijn fan toe van, you say I suck, en dan Maxi zegt van, als je met hem een probleem hebt, heb je een probleem met mij en zo. Dat was wel grappig, weet je, doet hij echt alsof hij erbij hoort. Vervolgens, oh ja, one more thing, I was kidding, I'm not joining, I don't like your stupid little group. Paradigm shift op, eerste fles, een champagnefles tegen Jericho, paradigm shift, en ook op Sammy Guevara, en dat was het einde van Dynamite. Maxi joint niet de Inner Circle. Wat vond Eike ervan? Het was leuk. Het was goed. Het enige probleem dat ik er wel een beetje mee had, is dat het moment dat Moxley ja had gezegd, en dat ik ook heel even zoiets van, holy shit,
om dan een minuutje te wachten totdat toch de Swerve komt, prima. Maar het duurde me wel wat te lang allemaal, dat feestje hier. Dat ik zoiets van, ja, kom maar. Nu heb ik ook wel door dat Moxley toch gaat turnen op Jericho en een paar van zijn finishers eruit gooit. Dus dat vond ik, ja, op een gegeven moment ook wel zoiets van, ja, nu is het wel goed geweest. Kom maar met die attack. Maar het was wel gewoon heel leuk en goed. Dat wel. Oké. Tim, wat, vond jij het ook lang duren of had je het niet zo? Nee, ik had het niet. Nee. 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 Ik ook niet. Als ik segments star rating zou geven, zou ik dit 5 stars geven. ik heb me gewoon helemaal kapot gelachen hier. Maar ik vond het ook... goed, het begon... Ik ga even doorheen ook. Want hij kwam met zo'n dik jasje aan. Dus ik dacht dat hij de US title onder zijn jasje zou hebben. Maar dat was helaas niet zo. Maar toen hij zei, ja, ik join wel, toen schrok ik wel even. Dat dacht, what the fuck? Daarna die celebrations, wat je net noemt, allemaal grappige dingen. Wat ik de eerste keer niet gezien had, tweede keer nog teruggekeken. Dat hij knipoog deed naar de camera toen iemand ja, dat ook niet gezien. Dit is goed. Ja, die had gezien, ja. En wat ik vooral, waarom ik het niet erg vond dat het zo lang duurde, denk ik, is omdat hij deed 3 keer, zei hij, oh, nog één ding. Oh, nog één ding. Oh, nog één ding. Het was bij de 3e keer turning. Dus 3 keer dacht ik, oh, nu komt het. En dan zei hij weer iets anders. Daarom denk ik dat ik dat niet zo erg vond. Moxley, die Le Champion zijn, was ook een highlight voor mij. en ik vond dat de manier waarop die reveal kwam, dat hij toch niet turnde, ook grappig. Hoe die zei, dat was heel nice. Dat was heel nice. Dat is grappig. En ook nog heel belangrijk, Tokyo Dome mentioned. Dus ook... Ja. Maar ook Wrestle Kingdom gezegd. Ook Wrestle Kingdom. Ja, Wrestle Kingdom zelfs. Dus nee, ik vond het geweldig. Ik hield die. JR zei het volgens mij ook al daarvoor een keertje. Ja, klopt. Op de commentary werd het ook gezegd. Nice. Oké, leuk. Ja. Top. Leuke review, Tim. Dankjewel. Blijf dat je hoeveel stars, sterren krijgt mijn review? Ook stars. 5. Ja. Nee, voor mij was het ook het leuke was ook nog, na die paradigm shift, ik moest al lachen, maar een beetje om de comment van JR, dat Sammy was pile driven out of boots, maar dan is nog Jericho nog een beeld, zeg maar, helemaal oud, en hij kunt die hem helpen, dat was grappig. Ja, dat was mooi. Maar, ja, Max die loopt dus weg zonder te joinen met de autosleutels en eindigt hiermee Dynamite. Wat vonden jullie van Dynamite zelf? Eiken? Dat zijn ups en zijn downs, om het zo maar te zeggen. Het was niet de beste show, dat niet. Maar het was ook niet zo slecht zoals online een beetje erover gesproken werd. En dat komt vooral denk ik door de gedeeltes in de shows die we hebben aangehaald die niet zo goed waren. Dat mensen gelijk een hele show kut vinden. Maar ja, ik vond het wel prima episode uiteindelijk. Oké, top. Tim? Ja, ik sluit me daar... ...mij door. Zit het jou ook even lang of niet? Ja, een beetje hetzelfde eigenlijk. Zo slecht als dat het op internet lijkt te zijn, was het eigenlijk niet. Nou, dan gaan we door naar NXT. Openen met Rhea Ripley. Werd gauw onderbroken weer door Vic, Tony Storm. Mentionde dat ze Ripley 2 keer had verslagen. Wilt double champion worden op NXT UK en dan The Worlds Collide. Vervolgens komt de halve women's roster naar de ring toe, want iedereen wil natuurlijk Ripley challengen. Kwamen Kaylee Ray, Io Shirai, Bianca Belair en Candice LeRae. Ontstaat een brawl en het werd een 6-woman tag match van gemaakt. Ik ben niet echt fan van zulke segments eigenlijk, maar het was verder wel een prima match. Ik begin bij Eiken. Wat vond jij van segment en de match? Segment begon heel leuk, vond ik, met Ripley en daarna Tony Storm. Ik heb zoiets van, nice. Leuk dit. Daarna dat iedereen weer langskomt, dat is een beetje een standaard dingetje van WWE. Ik vond vooral Bianca Belair een beetje zoiets van, ja, hou je mond, maar je wint geen enkele match tegen belangrijke mensen. Dus ik kan wel zeggen dat je niet iedereen bent, maar dat ben je duidelijk niet. Dus hou je back maar gewoon. En de match zelf, ik vond de goede 6-women tag. Oké, top. Tim? Ja,
Storm en Ripley was prima. Wat daarna kwam, heb ik gewoon een hekel aan eigenlijk. Ja, ik ook. En de match inderdaad prima, dus ja. Oké, okay, ja. Ja. Ik heb het idee dat er weer zo'n Fatal 4-way of zo komt. Dat zou goed kunnen. Dan ook het end of zo. Dat is wel standaard. Een beetje... Ja, voor mij komt er een Battle Royale, maar dat maakt niet uit. Echt waar? Ja, Battle Royale voor de Number Contender. Ja, sorry. Oh, nice. Ja, was announced. Ja, volgende week. Ja, goed. Dat was dit, opening segment. Er waren twee videopackages van Tommaso Ciampa. Mm-hmm. Door de show heen. Eentje kwam hierna. Heb je daar opmerkingen over of kan ik dat overslaan? Ja, videopackages zijn altijd goed bij een WWE, dus deze ook. Tim? Gaan we door. Gaan we door, oké. Okay. Volgende match. Dusty Rhodes Tag Team Classic is begonnen. Leuke tournament altijd, elk jaar. Dit keer beginnen met Forgotten Sons tegen Imperium. Was eigenlijk best wel een goede match. Ik had niet echt hoog verwacht, maar het was wel leuk. Imperium gaan door naar de volgende ronde. Wat vonden jullie nou eigenlijk van de Dusty Tag Classic dit jaar? En wat vond je van deze match, Tim? De Dusty Tag, ik vind een tournament altijd wel leuk. Dus de Dusty Tag Classic vind ik ook leuk. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ken alle teams niet uit mijn hoofd. Maar Timesplit is cool. Deze match, daar wil ik het eigenlijk over hebben. Want ik vond het echt superleuk. Echt veel leuker dan ik had verwacht ook. Ik had echt, het duurde helemaal niet zo lang. Zeg maar 7 minuten of zo. Maar het was echt constant actie gewoon. En dat, ik ben niet zo'n Forgotten Sons fan. Maar dit was echt lachen. Zeg maar. Dus vind cool. Ja, ik begrijp je. Want ik had eigenlijk live eigenlijk weinig zin in. Maar het was eigenlijk wel gewoon een leuke match. Goede match. Ja. Dus sluit maar bij. Eike? Ja, ook meestal. De Forgotten Sons ook wel een beetje. Het begon eigenlijk best saai en kut in NXT. Maar eigenlijk de afgelopen maand. En dan zeg maar 1 of 2 van die matches die ze voor in december hadden of zo. Zijn toch wel een beetje er doorheen aan het komen. En wat leukere dingen aan het neerzetten. Dus dat is wel nice. En leuk tournament. Altijd leuk. Ja, top. Tim had het al gementioned. De Timesplitters, Kushida's mystery partner is Alex Shelley. Wat vind je daarvan, Eike? Dat die in NXT is, vind ik heel nice. Maar Tim heeft ook al wat happening gezegd, ik ook. De manier waarop ze zitten en ons is wel heel erg saai. Doe gewoon volgende week, vlak voor die match. Of eigenlijk gewoon een special entrance. Gewoon, weet je? Gewoon surprise tot aan de match zelf. De enige reden die ik me kan bedenken is dat ze het niet zo heel erg willen ophypen, omdat het misschien geen vaste NXT-signing is. Ik heb wel online gelezen dat het zou kunnen zijn dat die niet per se vast bij NXT zit, maar gewoon voor dit toernooi. Mm-hmm. Ja, dat lijkt me ook wel. Shelly zit voor mij ook nog bij ROH of zo, ik weet niet of dat iets is. Maar Tim, heb jij nog opmerkingen over Shelly? Opmerkingen over Shelly? Announcement of whatever. Oh, ja, heb ik het toch al gedaan, is cool. Ja, wat Eike zei, ik vond de manier waarop vond ik niet leuk, nee. Nee, oké. Okay. Matches, niet deze week, volgende week, volgens mij. Ja. Gaan we door. Was er weer een Dusty Tag match? Je slaat echt wat over. Daar ga je gewoon de halve show over slaan. Nee. Ja, je slaat Riddle interview over. Ik zat eigenlijk hetzelfde stukje te lezen. Matt Riddle interview. Mijn favoriete stuk van deze NXT. Dit was geweldig. Het was kort, maar het was leuk. Hij is nou tag team met Pete Dunne. I'm a bro. You're a bruiser, mate. Dusty Cup. Vooral zijn gezicht uitdrukkingen. Ik vond het geweldig. Ik vond het leuk. De Bruiser Race, jongens. Dit is mijn pick voor de Dusty Cup. Wat vonden jullie, Tim? Ja, je hebt eigenlijk alles al gezegd. Dus. Oh, nee, sorry. Ja, ik vond het gewoon leuk. Nee, ja, het was heel leuk. Pete Special, Bro Special, we know that Bruiserweights, we're born. Ja, cool. Ja, top. Wat leuk. Wanneer gaat de finale zijn? Ja, dan moet die Bertie voor mijn huis halen, want die weet ik niet aan mijn hoofd. Wat zei?
En dan moet ik die bracket voor mijn neus halen, want die weet ik niet uit mijn hoofd. Dus dan kan ik ook niet zeggen wat de finale is. Nee, wanneer? Dat meer. Oh, wanneer? Dat hebben ze nog niet announced. Nee, kijk, als het op takeover is, dan zie ik ze in ieder geval finale wel halen. Maar stel het is ervoor, dan misschien ook winnen. En dat ze zeg maar op takeover een tag title shot hebben. Volgende week heb je die volgende kwartfinales. 22 januari halffinales. En finale staat to be announced. Dus. Misschien ook Worlds Collide. Zou kunnen. Maar dan moet wel NXT UK tegen NXT zijn. Zou kunnen nog. Ja, Imperium denk ik dan. Of Grizzled Young Veterans. Oeh. Dat kan ook, ja. Oké, okay, ja. Dat was dit. Volgende match. Ja. Joaquin Wilde of zo. Tegen Austin. Joaquin Wilde. Oh, Joaquin. Ah, ja, dat is een zoon. Oké, Joaquin. Sorry. Joaquin. Wilde. Ja. De minority. Ja, inderdaad. En Austin Theory. Wat vinden jullie van Austin Theory eigenlijk? En opmerking over de match, Eike? Ja, Austin Theory heb ik nu 2 matches van gezien. Dus ja, ik weet nog niet zoveel over hem. Dus ik heb er nog niet zoveel over te zeggen. De match was niet zoveel soep. Maar het was ook redelijk kort. Dus daarom kon ik er wel mee leven. Dus dat. Ja, voor mij voelde het echt als een beetje filler eigenlijk. Tim? Ja, je moet mij niet vragen wat ik van Austin Theory vind, want die gozer ken ik niet. Nee, okay. Joaquin Wilde ken ik wel, dat kan je wel vragen. Maar Austin Theory waar is hij van? MLW of zo? Nee, DJC van TNA. DJC. Hij heeft ook MLW gezegd inderdaad trouwens, maar meer van TNA is het. En voor mijn tag team van iemand anders die we straks gaan zien. Maar deze match was inderdaad niet zo goed. Nee, oké. Ja, dat was hem. Austin won volgens mij. Gaan we door. Klopt. Even, ja, leuk dingetje weer voor mij backstage. Damien Priest, even met de dames. Ja, Undertaker. Als een echte Undertaker. Ja. maar je moet wel toegeven, zijn zware stem klinkt wel een beetje steken, toch? Hou alsjeblieft op van je hoofd, Brian. Op de manier dat iedereen met een zware stem op Undertaker lijkt. Ja, dan lijk ik er ook op. Ja, we hebben onze eigen nieuwe Undertaker. Nee, dat niet. Ja. Nee, nee. Maar ik vond het leuk. Er waren meerdere dingen van die contenders backstage, dus dan gaan we zo verder. Nu wel weer de Dusty Classic. Goed zo. Toch? Ja, kijk eens. Undisputed Era tegen Gallus. Champions tegen Champions. Ik was zelf iets afgeleid met Dynamite hier, dus ik laat het weer aan jullie over. Tim, wat vond je van deze match? Ja, de announcers die hypten dit als een dream match. Mm-hmm. Maar ik vond het niet echt leuk. Sorry. Nee, oké. Okay. Ik vond het een beetje saai. Ja, het ligt bij mij vooral aan Gallus eigenlijk. Ja, die vind ik niet boeiend, maar ik vond de match ook gewoon niet zo boeiend. Het was gewoon een beetje tag team standaard. Oké. Okay. Niet echt spots of zo. Mee eens, Eike? Ik vind het op zich wel een goede match. Dus ik heb jou iets minder probleem mee in ieder geval. Wat mijn grootste probleem was eigenlijk, nu ik er toch aan denk. Ja. Gallus, die waren faces. Dat vond ik heel raar. Ja, dat hadden ze niet meer kunnen. Nee. En de crowd had daar ook niks mee. Want ik heb het gevoel dat deze crowd juist liever voor de Undisputed Era had gecheerd. Tuurlijk, ja, het NXT team op NXT. Ja, het is gewoon full sale. Dus, ja, ik vond het gewoon een beetje raar en saai. Dus het is geen Blackpool of zo, whatever. Nee, precies. Inderdaad. Undisputed Era wonnen. Dus ja, gaan ook weer door. Wat leuk. We kunnen in de halve finale kunnen we een Undisputed Era tegen Timesplitters krijgen. Ah. Zag ik trouwens in die bracket staan. Ja, maar dan kan je niet meer in de UK. Dan kan Imperium doorgaan, sorry, langer. Dat kan nog, ja. Waarschijnlijk ook niet. Nee. Maar hebben die ooit in New Japan of iets ook matches gehad of niet? De ding is, hoe heet die? Ja, die waren tag champs. Tegen Red Dragon natuurlijk. Dus dat zou wel leuk zijn als die tegenover elkaar komen, lijkt me. En volgens mij de laatste, voor mij dan 4,75 rating voor een tag match. Power Struggle 2014.
Nice. Dominion, volgens mij van 2014. Voordat Power Struggle van vorig jaar, zeg maar, was. Dus okay. Op zich wel ook een goede tag team ook in de ring. Power Struggle 2014 hadden ze die match. Dominion was een Fatal 4-way of zo, toch? Ik heb Dominion staan in mijn ranking. Ah. Maar goed. Ja, gaan we door. Ja, oké. Okay. Dat is tegen de Young Bucks trouwens, maar ga door. Jawel, Young Bucks. Ja, we hadden het over Timesplitters tegen Red Dragon, Undisputed Era. Ja. Oh ja? Oké. Okay, dat was Power Struggle 2014. Ja, oké. Okay. Voor mij was het... Opletten, Brian. Jezus, ja. Eiken weet wel dat de Timesplitters in Japan matches hadden. Ja, ja. Ik ben niet dom. Goed, Eiken. Wat ben jij dom? Okay. Ja, echt hoor. Oh, echt een pannenkoek. Johnny Gargano. Deed een promo. Had het over Finn Balor. Finn Balor put me out for 3 months. Hij moest takeover missen. But Balor didn't finish the job. En hij wilde weer Bella's aandacht hebben. Gargano took NXT to new heights. En uiteindelijk interrupted Balor hem. Noemt hem Johnny Promo. NXT is zijn chessboard. En noemt Gargano soft. En geeft Gargano zijn moment op takeover Portland. Moeten gaan, denk ik, hè, Tim? Ja. Ja, dan geef ik jullie een tour. Ja. Leuk. Goeie promo. Ja, was prima. Ja. Verder niet echt bijzondere dingen, maar het was gewoon leuk. Kort ook. Eike? Ja, ik vond de diks richting Bellers en main roster run vond ik wel leuk op zich. Want, ja. En de Extraordinary Man, hoe dat Extraordinary Things met dat duimpje erbij moest kwam lachen. Ja. Ja. En voor de rest gewoon goed. Oké. Ja, inderdaad. Wat volgens mij denk ik match of the night in Portland waarschijnlijk weer. Waarschijnlijk. Ja, kijk. Wat leuk. Gaan we door. Ook weer backstage. Cameron Grimes praat in zichzelf. Was ook wel leuk op zich. Ik denk dat jullie geen opmerking hebben. Nee. Hè? Nee, oké. Okay. Volgende match. Mia Yim tegen Caden Carter. En wat ik net zei, dit was hetzelfde tijdstip als de Jurassic Express Best Friends match. En dus ook tegelijk voor mij live het gevoel dat de show ook een beetje te lang duurde. Niet dat het slecht was, maar er was ook niet echt veel bijzonders gebeurd. Match was ook niet echt veel bijzonders eigenlijk. Het enige was wat na de match gebeurde, was wat Tim net zei, werden ze aangevallen door een debuting Chelsea Green. En Robert Stone als mouthpiece. Voor mezelf, het is dat ik hem herkende, anders dacht ik dat hij een Japanese deathmatch legend was. Het was ook weer echt random opeens in beeld. Maar geen, niet zeg maar jab tegen hem of zo, maar het was gewoon een beetje meneer. Opeens was hij in beeld. Maar Tim, wie was hij in TNA? Robbie E. Robbie E, ja. En daar was hij een Jersey Shore kind of character gast. Ja, ik herkende hem wel, ik wist alleen zijn naam niet meer. Maar dit is wel een overgang, zeg maar. Oh, die. Ah. En hij was ook dan tag team met de Bromance, waren ze, met DJZ onder andere en Jesse Spectacular of zo, Mr. Spectacular, weet ik veel. Dus, nou, weet je, two-time tag champ. Dus, two-time tag champ. Ja, en X-Division en TV champ. So. Nou. Ja, ik wist wel dat hij X-Division champ was, dat wist ik wel. Dat had ik nog, toen nog een beetje gekeken. Toen in... mm-hmm. Dat is een beetje wel dus. Ja. Wat vond jij ervan? Van de match en whatever. En Robert Stone, Chelsea Green. De match vond ik niks. Dat had ik ook helemaal gezien. Chelsea Green, daarna was prima, I guess. En ja, weet je, ik moet even afwachten gewoon, want ik weet het niet. Nee, dat is een beetje jammer. Eigenlijk ja. Opmerken, of niet? Ja, match stelde niet veel voor. En ik vind het juist beslissend dat Chelsea Green op NXT heeft gezet eerst. Ja. Die heeft ook laatst een Raw match gehad, toch? Tegen Charlotte was dat, of niet? Was een SmackDown of Raw? Ik
denk Raw. Ik had het wel meegemaakt, maar ik heb het niet nog niet gezien. Ja. Nee, precies. Dus ik vind het wel prima dat ze op Raw zit. En ik ben benieuwd of er nu een stable uit gaat komen of niet. Want daar had hij het wel een beetje over, die Robert Stone. Ja, weet je dat? Robert Stone, nog wat. Ja, geen idee. Ik weet niet. Collective of zo waarschijnlijk. Maar ja, is goed. Dat was hem. Was er weer backstage. Iemand, dit keer Dominik Dijakovic. Hij was boos en op de lucht en ging erop slaan. Ja, wat leidt naar de Fatal 4-Way main event van NXT deze week. Damian Priest, Cameron Grimes, Dijakovic en Keith Lee dus. Winnaar is number one contender. Voordat ik jullie het woord laat, voor mij even opvallende dingen ga ik even opnoemen. Dat stukje waar Keith een suplex vangt en dan daarna de palmbomb deed op de rest, zeg maar. Dat was wel leuk dat hij hem zo ving. Ook een stukje waar Damian Priest die springboard teasde, vond ik leuk. Keith Lee ging dan een beetje leuk lachen, zo van kom maar. Oh, ja. Ja, dat was wel grappig. En Grimes ging dan brawlen met hem en uiteindelijk werd alsnog die springboard sent dan geraakt door Priest. Dat was wel cool. Keith Lee met die camera angle was er weer. Dat moment van Dijak die de pinfall brak met een big boot buiten de ring, vond ik wel cool gedaan. Oeh. En uiteindelijk wint Keith Lee met een speurbam op Cameron Grimes. Voor mij lijkt me een logische winnaar. Wat vinden jullie? Tim? Vette match. Je hebt een beetje de spots al genoemd, dus dat was wel cool. Ik zou dan even het enige zeggen wat me een beetje tegenstond. Dat is niet waarom ik hem lager heb dan jullie, maar dit vond ik vervelend dan de match. Je had weer die spot dat Lee zo naar boven kwam. Ja, ja. Ik hoef dat niet elke keer dat Lee in de ring is te zien. Ja, dat is echt een WWE ding. Als het werkt, wordt het 100.000 keer gedaan. Ja, precies. Je hebt Ambrose en Rebound Lariat destijds. Een paar van dingen. Ze worden dan continu gedaan. Dus, het is leuker als het af en toe gebeurt, zeg maar. Maar ja. Nee, ik vond het wel grappig. Ja, dat wel. Natuurlijk. Maar het gaat nu nog 20 keer gebeuren. En halverwege het jaar zijn we het helemaal beu. Ja, ik ben echt benieuwd wanneer voor mij dat moment komt. Ik vond dit keer nog leuk, maar... Maar ik snap het wel hoor, met Ambrose was het ook over dan en zo, met die Lariat. Dus ja, inderdaad. Was de match vorige week of was dat ergens anders? Twee weken. Over twee weken. Twee weken, oké. Okay. Strong tegen Keith Lee. Wie gaat winnen? Ja, ik denk Keith Lee toch? Ik denk het ook. Ik vind het ergens wel jammer dat hij voor de North American title gaat. Ik had liever gezien dat hij na de Cole Ciampa feud in de NXT title picture zou komen. Ik snap het wel eigenlijk waarom ze het eerst dit doen. De main title is eigenlijk best wel packed. En nou, niet zo ja, packed, maar zit blak zeg maar met Cole en Ciampa en al die live Balor. Gargano, ja. Ik denk dat die weer terug gaan naar die picture. En Strong heeft meestal zijn opponents, maar doet eigenlijk niet heel veel mee. Zeg maar niet zozeer omdat hij weinig defendt, maar het valt weinig op meestal. Het is meestal één keer in de drie weken zo'n defense of zo en daarna valt het weer weg. Dus als Keith Lee hem wint, dan vind ik het prima eigenlijk. Ja, zou ook wel regression zijn. Het is nu wel goed geweest met Undisputed Era die alle titles heeft. Ja, dat hoeft ook niet te lang duren. Nee. Ik vraag me af of Velveteen Dream nog een rol gaat spelen. Rondom die title wanneer hij terugkomt. Oh ja, die is nog ook niet terug. Ja, eventueel als Strong retained, denk ik. Ja, precies. Tim, wat denk jij met winnaar? Geen idee. Geen idee, oké. Okay. Nee. Duidelijk. Ja, dan was dit NXT. Gaan we weer verder met de segment met wat vonden wij de betere show van deze week. Begin ik bij Tim. Echt waar? Ja. Oké. Okay. Wat vond ik de betere show? Ja, of de winnaar. De winnaar.
Ik stond op 9-3. Dat was 18 december. Toen hebben we 2 weken pauze gehad, even natuurlijk. Ja. Ik geef hem nipt aan Dynamite, 10-3. Oké. Ja. Ja. Eike? Ik vind het nog steeds lastig, want het gaat voor mij ook nipt zijn. Ik ga hem toch nipt aan NXT geven. En dat is met de reden dat wat op AEW slecht was, vond ik ook echt slecht. En dan heb ik zoiets van, ja, daar kan ik hem niet aan Dynamite geven. Terwijl NXT over het algemeen wel gewoon een solid show was verder. Dus dan geef ik hem aan NXT. Mm-hmm. Dus kijk, het was 7-5 bij mij. Ja, ja dus het was 7-5. Oké, top. NXT dus voor mij ook lastig. Met name omdat ik Dynamite was niet echt top, zeg maar. En NXT was gewoon daar. Er waren gewoon prima matches, maar het is nou nog een beetje opbouw voor de Dusty Cup finale en whatever er nog gaat komen met title matches. Ik vind het lastig, maar op zulke momenten denk ik van, doe ik gewoon de win naar NXT geven. Ja. Niet zozeer dat ik Dynamite zoveel slechter vond, maar het sprong mij dit keer niet echt uit op misschien alleen de opening tag en de main event na. Als ik het goed heb. Ja. En NXT was prima, niet echt veel bijzonders, alleen de main event. Maar of mij echt te klagen eigenlijk over NXT, dus denk ik nou dit keer NXT pak. 10-3 volgens mij, voor mij nou. Wow. Klopt. Had je niet verwacht dit? Ik zat er wel aan te denken, maar ik dacht van waarschijnlijk geven we toch weer aan Dynamite, maar nou, toch NXT. Ja, was dit hem. En Dynamite vond wel de TV-ratings. Dus dat is dan wel weer prima. In de viewers ruim, maar vooral de demographics was wel bijna sporten te noemen. Ja, was weer dubbele. Ja. Toch? Ja. Dus volgens mij die tieners wat toen met Thanksgiving en kerst minder keken, die zijn weer terug. Ja, die hadden niks te doen deze woensdag. Ja, maar het is vooral dat NXT ook heel flink is gedaald in de demographic, wat opvallend is. Die waren voor kerst waren die op 0,28 of zo. En nu was het 0,19. Ja, ik nou, maar demographics is een percentage, hè? Dus misschien kijken wel evenveel mensen uit die demographic daarna, maar gewoon minder percentueel gezien. Zou kunnen. Ik denk het niet, maar. Nou, ik kan het lastig uitleggen. Ik weet niet precies hoe ik dit moet uitleggen. Overal viewers was denk ik wel meer dan sommige weken is geweest. 900 of meer dan gemiddeld. Ja. 1,6, 1,7 miljoen of zo. Dus dat is best nice. Ja. Helemaal goed. Dat was ook het einde van ons, denk ik. Dit gaan we afsluiten. Leuk dat Tim en Eike erbij waren. Bedankt. Jo. Ja. En volgende week zijn we weer. Doedeloe. Tot ziens. Doei.